Pascal. Pascal. Hey Pascal, zijn de douchen voor de bezoekers nu al hersteld? Er komt nog altijd geen druppel uit. Ja, maar uit uw tap ook niet, hè. Mijn tong plakt tegen mijn gehemel. Zeg, is uw dorst nu nog niet gelust? Zandlap. Met verkeerde been uit bed gestapt, Carmen? Nee, met de verkeerde vent. Xavier, wat heb je nu weer uitgespookt, hè? Uitgespookt? Zeg, ik heb haar getrakteerd gisteren op een romantisch avondje uit. Oh, ja. Wel, dat is toch tof? Waarom zit hier dan met zo'n gezicht? Ik zou uw gezicht wel eens willen zien als Polly zou meenemen op kroegentocht. Oh. Bonjour. Voorzitter. Pascal, tournée générale. Want ik heb groot nieuws. Ja? Heb jij misschien iemand gevonden om de douche te herstellen? Ik heb gezegd groot nieuws, papa. Ja, voorzitter, we spelen volgende week tegen de Zwarte Panthers. Als die zich niet deftig kunnen douchen, dan komen die gasten het veld niet op. Ja, dan hebben die de 5-0. Laten we de Soleil en de Tremmerie. Zo kunnen wij nog eens winnen. Kan Mark dat niet doen? Mijn gedachte is een ander staan zo. Zeg, mijn Mark is heel technisch aangelegd. Maar gisteren hè, heeft hij nog mijn wekkerradio gerepareerd, hè, schatje? Maar nee, ik ben dan een nieuwe gaan kopen. Allee, toe, Balthazar, laten we het eens proberen. Dan verdient die jongen nog een centje bij. Allee, bon, d'accord. Je zult van Balthazar Boma niet kunnen zeggen dat hij de jeugd geen kansje geeft. Oh, dank je, meneer Boma. Maar... Voorzitter, wat is nu uw groot nieuws? Ah, wel, ja. Bon, vrede... Als voorzitter is het een hele eer, hè, u te kunnen mededelen, hè, dat FC de kampioenen... Hè. Volgend jaar in eerste afdeling voetbal. Hey! Mag ik ja? FC de kampioenen, hè, zal optreden als sparringpartner. Hè. Oeh, moeten wij boksen? Bij lange niet. Ik heb hier een brief gekregen van een Hollandse voetbalploeg. FC Kroket. Moeten we tegen Hollanders voetballen? Dat niet alleen. Ze komen hier op stage. Allee, wat kunnen die gasten nu leren van de kampioen? Ja. Laten we aanschotten. Ja. Nee, maar laat die kaaskoppen maar komen. We maken er gruyère van. Ja. Ik heb wel nog een logement nodig voor 3 man. Kandidaten? Die allemaal tegelijk, alstublieft. Zeg, uw villa is toch groot genoeg? Maar de logeerkamers worden op dit moment herbejangen. Ja, door Minou en Bambi, zeg. Schrijf mij maar op, meneer Bomen. Maar zorg wel dat het een knappe logeer is, hè? Zoeken, dat meent je nu toch niet? Toch wel. Als jij de ballen verstand hebt van romantiek, dan probeer ik het maar met iemand anders, hè? Wie nog? Pascal. Ja, zeg, Balthazar, weet jij wat last zo'n logeer meebrengt? Ik heb Mark wel speciaal aangenomen om u te plezieren, ben gedacht. Allee, Paul, het is goed. Hij mag op de canapé slaan. Bon. Onze deur staat ook open, voorzitter. Bon. Zal ik ze gaan dicht doen? Zeg, maar Paul, we hebben daar toch geen plaats voor? Oh, als we onze buik intrekken, wel. Hè? Bon. Ja. Mannen, hola, tijd voor de training. Ja. Kom. Zeg, vat is aangesloten. Nog 5 minuten. Niks staan, hier, kom. Straks doe ik de tijd niet meer Doortje, oh. Wij zitten daarboven zelf al zo krap. We gaan daar opeengepakt zitten als sardinen in een blik. Nee, als Hollandse maatjes. Ik lag daar niet mee. Hela. Je brengt me in mijn culinaire concentratie, hè. Allee, wat scheelt er? Er komt een Hollandse voetbalploeg op stage. En Paul wil per se een speler in huis nemen. Wat denkt u daarvan? Ah, Nederlanders bij de kampioenen. Dat is interessant. Ziet je wel... Hoezo interessant? Ah ja, dan kan ik mijn klantenbestand internationaal uitbreiden... Ja. Wacht maar tot die gasten weten hoe lekker dat het hier is. En hoe duur? Ja, je weet toch dat aan Nederlanders geen frank te verdienen valt? Maar natuurlijk niet, slimmeke. In Holland betalen ze mij guldens. Nee. Ik kan ze Noorderburen eens lekker culinair verwennen. Nederlanders zijn niet bepaald fijnproevers. Nee, wacht. Ik zie de Hollandse autobussen al aan mijn deur aanschuiven. Eén ogenblikje, alsjeblieft. Er zijn nog 2 wachtende autokaars voor u. Ja, overdrijft u niet een beetje? Helemaal niet. Bij mij wordt het culinair begrip in Nederland. Zeker weten. En, zijn de Hollanders er al? Oh, ik heb
nog rap verse lakens gelegd op bed van mijn sterspeler. Hé, mijn vrouwke soigneert mij nog allemaal. Ja, niet voor u, hè. Voor onze logée. Oh, ik ben wel curieus hoe dat er gaat uitzien. Misschien is ze wel zo knap als Johan Cruijff. Hey, zeg, wat gebeurt er nu allemaal? Mark is de douches aan het repareren. Aan het renoveren, mijn gedacht. Vraag mij af of dat Kieke daarvoor capabel is, hoor. Pieken! Pieken! Bloed! Zoetje toch, ik ga rap een pleister halen. Wacht, hè. De boer. Hoi, Pieplooi. Dikke boys. Hoi. Zijn wij hier bij FC De Kampioenen? Ja. Ja. Kan ik u helpen? Nou, wij zijn de meiden van FC Kroket. Dat moet je maar bij zijn, ben je gezegd? Hallo. Ja. Ik ben Balthazar Boba. PDC van de Boba Vleesindustrie NV. Ja. En badazer van FC De Kampioenen. Wat zegt hij dan? Ik spreek nog Nederlands. Nee, gedacht. Dat is Balthazar Boba, dat is onze voorzitter. Oh, nou, dit is Esther, dat is onze spits. Hoi. Hey. Dat is Ellen Meijer. Hallo. Dat is onze keeper. En ik ben Kitty, de trainer. Ah, ik ben Paul. Ik ben ook de trainer. Paul, wat een mooie naam zeg. En ik ben Doortje, zijn vrouw. Ja, ik hoop dat we goed met elkaar zullen opschieten, collega. Hè? Reken maar van Jesse. Ik ben onze Xavier, de keeper. Onze keeper, de Xavier. Oh, wat leuk. Ja, ik ben wel toevallig getrouwd met die meeker. Ben jij de mascotte, hè? Bos. Ja, hier, dat is Pascal. Onze café was in. Ja. Hoi. Yo. Ja. En Bieke, haar dochter. Hallo. Ja. En Mark Vertongen. Kom eens. Au! Ja, onze spits. En mijn lief. Oh, heb je je pijn gedaan? Zal ik er een kusje op geven? Nee, ik heb nog werk. Hey, is alles kit met onze logies? Ja, het is te zeggen. Er was ons wel onderdak beloofd, hè? Ja, toch? Ja. Maar alleen voor mannen, hè? Ja. Voor de vrouwen ook, mijn gedacht. Pascalke, ik zal ik uw logie wel overpakken. Geen sprake van. Maar, ja, maar bij wie slaapt, hè, dat zien we dan straks al. Hè? Bon. Maar voor eerst zou ik als voorzitter, hè, even een woordje willen placeren. Hè? Vrienden en vriendinnen. Ah, een goeie dag allemaal. PTW, ik zou juist gaan spitsen. Ah ja, doe dat straks dan maar, hè. Zeg, waar zijn die Hollanders? Zoek je ons? Hoe? Daar kwamen toch voetballers? Ja, dat dachten wij ook. Ja, kom, FC Kroket is gewoon een vrouwenvoetbalploeg. Ah, dames, mag ik mij voorstellen, Bernard Theofiel Waterslagers, de man die uw smaakpapillen gaat prikkelen. Ja, ja. En uw darmtransit. Nee. Ik heb hiernaast een reuze leuk restaurant. En hierbij zijn jullie uitgenodigd op een heus eetfestijn in mijn zaak. Zo, wat aardig. En dan komen we binnenkort zeker een keertje bij je binnenwippen. Pardon? Ja, mag ik nu verder gaan bij de speech, ja? Voorzitter. Vrienden en vriendinnen, ik hoop dat beide ploegen op een intieme manier kunnen samenwerken. Wij zullen nog nooit met een ander ploeg zo goed overeengekomen. Lekker blazen die kroketten, mijn gedacht. Bah. Hey Mark, vertel eens op, joh. Wat vind jij nou zo boeiend aan voetbal? Niks. Ik speel liever dammen. Ja, hallo, dat is toch helemaal niet exciting? Dan win ik altijd. Maar vind je voetballen dan helemaal niet leuk? Oh. Jezus, wat ben jij een grappige gozer, zeg. Oh, ik heb toch niks gezegd? Oh, dat komt als geroepen. Esther, dat roken, hè, dat vind ik eigenlijk niet zo zo verstandig. Maak jij je zorgen om mijn gezondheid? Nee, toch? Nee, helemaal niet. Maar dat is heel slecht voor mijn gordijnen. Schatje. Ja. En? Vind je het tof bij de kampioenen? Ja, reken maar van yes. Iedereen is zo ontzettend aardig voor ons.
Koekoek. Hoe later op de avond doet schoonig volk? Nou ja, waar ziet jij dat dan? Wel, Balthazar, zo laat nog op stap. Ja. Komt u een dobber uitgooien? Dobber, dobber. Ik kom een schoonheidskoningin verwennen. Och, mijn merk, maar dat had je echt niet moeten doen. Ja, maar Pascal, deze keer zijn ze niet voor u. Maar voor de schoonste tulip van Amsterdam, mijn gedacht. Oh, voor mij? Ja. Wat enig. Hey, you have seen nothing yet, baby. Ik nodig je uit vanavond op een lingeriefuif in de Pussycat. Een wat? Soutiens. Ja, een lingeriefuif. Dansen in die ondergoed. Wat zeg je daarvan? Wat jammer nou, want ik heb al een date. Een wat? Ben jij? Marik, zijn je klaar om naar de cinema te gaan? Ik kan niet, Bieke. Ik heb best al beloofd om haar Radio Hallo te laten zien. Hey, kom. Hey, bedankt, hè. Doei. Weg, hè. Zo. En dan houden we in de namiddag een lichte training? Lijkt me een prima idee. Oké. Okay. Zeg, je hebt hier beeldige maskertjes hangen, zeg. Oh. Ja, souvenirs, hè. Ik heb 5 jaar als ontwikkelingshelper gewerkt in Ouagadougou. Ouagadougou? Dat is nou toevallig, zeg. He? Daar ben ik net op reis geweest. Nee, echt? Paul, zou jij even de vuilzakken willen buiten zetten, alstublieft? Nu niet, Doortje. Is die reis meegevallen? Dat was fantastisch. Oh. Ik heb echt mijn hart verloren in Afrika. Die natuur die is daar zo puur. Mm-hmm. Zo ongeschonden. Ja. En al die prachtige dieren. Oh, ja. Maar in de dierentuin kunt je ook de apen en de leeuwen gaan bekijken. En de Hollanders. En die zonsondergang, Paul. Vond je die ook zo romantisch? Ja, onbeschrijfelijk. Maar zeg, Kitty, zal ik een flesje wijn openmaken? Lekker. Uh-huh. Daar zeg ik geen nee tegen. Hey, Paul, zullen we ondertussen een kaarsje aansteken? Ja, want sfeer kan nooit kwaad, hè? Zo. Yo, sorry dat ik stoor, hè, maar ik wilde wel direct gaan slapen. Nu al? Dat is toch geen enkel probleem? Hè? Dan zetten we ons gesprek gewoon morgen verder, hè, Paul? Oh. Waar kan ik gestrekt? Gestrekt? Ja, jij doet uw rekoefeningen waar dat je wilt, maar wij gaan nu slapen. Hè? Ja, nou, dat zeg ik toch? Niet dan? Waar kan ik pitten? Oh, maar je kan gerust bij ons in bed. Hier. Oh. Wat? Oh, dat lijkt me hartstikke cozy. Maar dat, dat meent jij toch niet, hè, Paul? Maar het is toch makkelijk plaats voor 3? In Ouagadougou sliepen we soms met 5 in 1 beddenbak. Lekker spannend, hè? Perverterik. Doortje, doe nu niet zo ouderwets. Als dat hier zo zit, hè, dan slaap ik wel in de badkamer. Kruipt jij maar bij uw Hollandse trien. Doortje. Slaap wel. Die is er van Doortje. Hé, maar ik ga nou echt opgooien, want we zijn volgens mij al 1/2 uur bezig, oké? Okay? Doei. Doei. Arme, je hebt echt wel de ideale echtgenoot gevonden. Het is allemaal een kwestie van drill. Weet je, hij heeft iets van een teddybeer met die kleine oogjes en die schattige oortjes. Gos, in mijn kindje zou hem toch zo knuffelen. Kom, ik zal het je dan wel doen. Ach. Casanova, je hebt al genoeg de aandacht getrokken, hè? Prut. Hey, maar Xavier, hoe lang ben je nou eigenlijk al actief in de club? Oh, al van als ik zo groot ben. Ja, ze bedoelt wel voetballen, hè? En niet pinten pakken. Ah, sjoeke. Nee, ik ben jaren keeper geweest, hè? En dan de laatste 4 jaar trainer. En nou ben je weer keeper. Ja, ja, ja. Het keeper heeft er altijd in gezeten. Ja, maar het is er nooit uitgekomen. Zeg, en heb jij dat nou ook zo, een bepaald ritueel voordat je het veld op gaat? Een dagschotel voor de match. Een dagschotel? Ja. Kun je voetballen met een volle maag? Ja, ik kan het nog niet met een lege. Kom maar eens. En als mijn ventje zegt dagschotel, ik bedoelt hem eigenlijk een pintje. Hé, bier. Ja. Oh, hé, maar nu we het toch over eten hebben, ik moet absoluut een uitgebalanceerd dieet volgen. Dus kan je daarvoor zorgen? Jij gaat eten wat de pot schaft. Zeg, jij gaat toch niet elke dag naar de patatkraam op de hoek lopen, hè? Oh, verkopen ze nu al patatten aan een kraam? Ja, ze bedoelt frieten en sjoeken. Oh, ja. Zeg dat dan, hè? Met al uw Hollandse chichi.
Nou, in ieder geval heb ik hier een boodschappenlijstje met wat ik wil. Dus als je dat kan halen... Anna, natuurlijk. Zeg, dat is maar een kleintje, hè, Sjoeke? Oh, een kleintje, ja. Volkorenbrood, muesli, magere yoghurt, pindakaas, jus d'orange... Jus vers geperst. En ik heb ook nog een lijstje voor het avondeten. Je bent hier niet op hotel, hè? Spring aan! Ja, Sjoeke, maar ik zou dat eigenlijk ook vragen, allemaal. En als het u niet aanstaat, hè, dan gaat je maar eten bij BTW. Hoe? En blijft van mij mijn ontzettend. Nog iets? Ja, waar slaap ik eigenlijk? Ah, hey. In ons bed, zoals afgesproken. Ja, dat zie je van hier. Ik slaap niet mee, vrouw. Ja. Ja, dan zal ik mij maar moeten opofferen. Tuurlijk, hè. En jij, hè, slaapt op de canapé. Oeh. Profiteur! Ik hou van Holland, een landje aan de Zuiderzee. Een stuk hier in Nederland, en draag ik in mijn hart steeds mee. Adoortje! Wat is hier gaande? Welkom bij mij à la Hollandaise. Het restaurant waar de Nederlanders thuis zijn. Ze moeten wel nog willen komen. Oh, maar daar ben ik gerust in, Doortje. Zeg, en wat vind je van mijn tulpen? Hm? Speciaal laten overvliegen van Amsterdam. Mm, plastiek, made in Taiwan. Ah ja, dan gaan ze langer mee. En het is beter voor mijn portemonnee. Ik vind het ook al als een Hollander te gedragen. Hoe loopt jij er nu toch bij, Bernard? Mooi, hè? Kijk, en voor jou heb ik ook iets nieuws. Jij denkt toch niet dat ik mij ga verkleden als boerin, hè? Maar Doortje, het zal je hartstikke beeldig staan. En wil jij je taal een beetje beter verzorgen? Pardon? Ja, toeristen willen bediend worden in hun eigen taal. Als je wil, zal ik je een beetje Hollandse bijles geven. Zal ik u eens wat zeggen? Vertel op, meid! Zou de mythe op! Waaien, zien. Toch, u moet ik hebben. Huh? Meneer Boma, amai, wat heb jij nu aan? Ik ga meekrijden, hè. Tja. Ik wist niet dat jij zo sportief waart. Ja, Vital Boba-mats bijgedacht. Hé, zie het hier, zie het hier. Hé, hey, vroeg eens. Hé, wat is dat, wat is dat? Hé? Vet. De spieren, rozelaar. Oh. Hoe zit het met de douches? Ha, die zijn gemaakt. De jugekieken. Hoe schijf je daar zo mee haasten? Kunnen die douches direct terug kapot, hè? Oeh, waarom? Ja, omdat ik straks de show niet wil missen. Welke show? Ja, die Hollandse gieten gaan geven. Dat wordt een echte pick-up club, kameraad. Snap je? Nee. Allee. Als er een douche kapot is, waar moeten ze dan komen? Het dames. Links, rechts. Die wacht op uw punt. Met de benen. Laat die heren de poepie ruiken, jongens. Hup. Kom maar! Jezus! Esther! Ja. Esther! Zie je wat ik kan? Nu gaat hij zich nog aanstellen, ook de overjaarse puur. Voorzitter, wilt u uw wapenkuren achterwege laten? Hè? Er zijn hier mensen die serieus willen trainen, ja? Ja, meneer Pasteur. Drie toeren rond het veld, ja? Nou. Hup, 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 hup. Gaat goed. Hey. Oh, wel, Mark, moet jij niet mee trainen? Ja, ja, maar ik moest eerst van meneer Boma de douches terug kapot prutsen. Hoe kapot prutsen? Ja, hij zegt dat de vrouwen dan in onze kleedkamer een fantastische show gaan geven. Staat jij daar eigenlijk iets van? Oh, meer dan genoeg, ja. Ah, ah, zo zit dat. Ah. Hallo, hallo, hier de onovertroffen Bernard Theewaterslagers. Oh, nog geen dienerslag van de molen heeft gekregen. Morgenavond in restaurant bij mij. Exclusief voor mijn Nederlandse vriendinnen. Diner Hollandaise à la Polonaise. Dat wordt smullen, smullen, smullen. Hey, Miep. We zijn toch nog niet moe, hè? Ja, Miep daar. Oké. Ja, prima. Nu gaan we echt in duel, Xavier. Ja, bal aan de voet en Ellemijn. Probeer jij eens even de bal van Xavier af te pakken. Jo, komt voor de bokker. Xavier, je bent er nou, joh. Mijn voet. Klein teddybeertje. Nee, nee, nee.
Xavier, zeg, stop met die komedie, hè. Dat is geen komedie. En blijf eens mee fieken van mijn vent. Het is uw schuld, je hebt hem kreupel gemaakt. Xavier, doet dat pijn? Ik denk dat dat gebroken is. Ja. Mark, pak je bolletje en breng Xavier en Carmen naar het ziekenhuis. Ja. Allee, kom. Allee. Ja, de training is gedaan en ga maar douchen. Kom. Momentje. Er is een probleem met de douches bij de vrouwen. Is vertongen u nog niet klaar? Ik heb het u gezegd, het is een ander staan zo. Ja, en daarom mogen de vrouwen de douches van de mannen gebruiken. Ah, dat is een goed gedacht, Marjaar. En Balthazar, de mannen douchen buiten. Bieke? Hoe voel je nou, Xavier? Fantastisch. Oh. Met zo'n verzorging zou ik altijd gekwetst willen zijn. Oh. Ben je toch een schat. Hey, zal ik anders je voet even voor je masseren? Ik zeg niet nee. Kom hier. Oh, die Hollandse trut is er niet. Of Sjoeken. Sjoeken, ik ben thuis, hè. En ik ga straks uw lievelingseten maken. Palletjes met kriekjes. Oh, zalig. Ja, ik wist wel dat ik u daar blij mee zou maken. Oh, je hebt zo van die poezelige handjes. Huh? Poezelige handjes? Oh, Sjoeken, Ellemijn is echt fantastisch. Geweldig. Jij achterbakse gladioor. Jij blijft om mijn vent zo te bepalen. Ik help het, Sjoeken. Wat is daar nou weer mis mee? Weg, zeg ik. Geniepig, poeverke. Hier ze. Daar is ook niks mis mee. Kijk, dit is zot. Dit is zot. Moet jij nu echt zo vroeg gaan joggen? Ja, Doortje. Ah, ik heb anders wel zin in iets anders. Ja, ik eigenlijk ook wel. Oh, wel dan? Ja, het is morgen match en... Maar jij speelt toch niet mee? Nee, maar de trainer moet het goede voorbeeld geven. Hè? Mag je nu voor één keer bij mij blijven? Ja, ik zou wel willen. Maar ik kan ze nu niet langer laten wachten, Doortje. Die voetballers van u, hè, die gaan altijd voor. Ja, soms vraag ik me echt af of dat jij mij nog wel graag ziet. Zeg, natuurlijk. Allee, kom hier, ga. Hey, Paul, waar blijf je nou, joh? Ah. Ging je toch joggen? Wat? Noemen ze dat in Holland joggen? Wie zal ik je kunnen zoeken? Zeg, wat doe je nu? Zotteke. Ah, Bieke, heb jij mijn rug eens even gezien? Nee, ik ben het. Esther. Hoi. Excuseer. Ik kan even een nieuw badpak passen. Dat stoort toch niet, hè? Hoi. Mijn zeep is gevallen. Wacht. Ik help je wel even zoeken. Waar is je nou? Daar. Nee, hey, daar niet. Kom hier, jij kleine glibberig ding. Nou, is hij weer weg? Ja, je moet het goed vasthouden, hè. Hebben ze? Ja. Oeps, daar gaat hij weer. Ja. Schande jij je niet? En dan nog in ons eigen huis. Bieke, wil jij mijn rug even inzepen? Vraag dan maar aan uw Hollandse vriendin. Onderkruipster. Oh. Ah, hier is ze. Oh.
Welkom bij Bij Mij. Ik vind het hartstikke leuk jullie in mijn zaak te mogen begroeten. Neem plaats, dames, neem plaats. Zo, alsjeblieft, zo. Ja. Doortje. Ja, wat is het? Ja, wil jij voor deze leuke meiden eens even de wijnkaart brengen? Oh, geef ze zelf. Ik wil met die indringsters niks meer te maken. Doortje, dit is een bevel. Vooruit. Dat Belgische personeel, hè? Over Belgen gesproken trouwens. Ik ken al een paar hele leuke Belgen moppen. Oh, vertel ook. Ja. Zit een Belg op een bank een banaan te eten. En komt er iemand voorbij en zegt... Hey, pel jij je banaan nooit voordat je hem opeet? Nee, zegt die Belg, want ik weet toch al wat erin zit. Mijn kaart. Ja. En loopt een Belg met een varken op zijn rug en komt een Nederlander voorbij. Gewonnen op de kermis, vraagt die Hollander. Ja, zegt het varken. Hij zegt ja. Oh, ben naam niet uit de lucht. Gozer. Veel leuker dan André van Dijn. Willen de dames vandaag nog beslissen of... Maar je doet onze gasten toch niet eens zo op? Kunnen ze tenminste een beetje tijd, wil je? Maar we weten al wat we gaan nemen, hoor. We nemen gewoon een glaasje prik met 3 rietjes. Ja, Doortje, een glaasje prik met 3 rietjes. Nederlanders zijn sobere mensen. En de menu's. Ah, joh, doe geen moeite. We hebben overal zelf al voor gezorgd. Laat jij die even voor ons door de pan fietsen? Oh, die Nederlanders. Ja, ja, ja. Ik was er bijna ingelopen. Ja, ja. Nee, mag ik jullie een suggestie doen? Zo, de scampi's met loopboter zijn verrukkelijk. Zo, alsjeblieft. Ja. Ja. Ik denk dat we toch maar gewoon bij onze steek houden, hoor, meiden. Ja, misschien moeten we toch iets bestellen, anders is het ook zo sneu voor hem. Jij bent duidelijk de fijnproever van het gezelschap, hè? Reken maar van je. Ja, ja, ik had het direct in de gaten. Ja, 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 ja. Nou, wat nemen we dan? Ik vind het wel duur, hoor. Oh. Ja, of anders nemen we het supplement frieten, dat is het goedkoopst. Goed idee. Wat? Heb ik daarvoor al die moeite gedaan? Ongemanierde boerinnen! Buiten! Wat krijg jij nou, joh? Buiten! Buiten, we zetten jullie ook nog op één menu! Als kaasbakket van de slaap! Ongemanierde boerinnen! We gaan voor al die moeite gedaan, dus we lopen zijn! Ongelooflijk! Ja, doei! Oranje, hè? Oranje, ik kan geen oranje meer zien! Zo'n mottige kleur! Ja. En jij, wat jij uw kwebbel ook maar eens, zagemie! De sterke, je weet niet hoe content dat ik ben dat je met mij op stap gaat. Zet u. Kon ook moeilijk anders, hè? Na 3 dozen bonbons. Oké, laten we eraan beginnen. Aan wat? Hou je nou niet van de domme? Presenteer dat geweer. Dat geweer? Ik jaag niet, juffrouw. Je wou toch een lekker potje hengsten? Zak in die broek. Blijf daar eens af. Jij bent nog hitter dan Monique Alaminiski. Rampen en tampen tot de stukken ervan afvliegen. Ja, maar niet op die manier. Daarbij, ik heb een valling met mijn neus drup en alles. Nee, nee. Esther, de andere keer. Je weet niet wat je mist. Preutse Belgen. Over seks de Hollanders. Ba 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 ba
interland, een interland waarbij België normaal gesproken over fysiek de sterkste ploeg zou moeten beschikken. Alhoewel... Kom aan, man. Bredmeiden, zet hem op. Die Hollandse grieten denken ook maar aan één ding, hè. En oelalalala, direct doelgevaar voor de Belgische kooi. Het wordt dus veel minder makkelijk dan we gedacht hadden. Zo moet het nu, hè, voorzitter. U weet, de man runt ook een vleeswarenbedrijf, maar dit is een flater. Meneer Koma, keeper van Chris Pagat. Allee, Mark, schieten. Niet te hard, hè, Frankie? Van Basten. Dat is niet mogelijk. Was het zo goed? Nee, kijk nou. Dit is Jolijn Visser, een goede verre paas voor Maureen de Boer. Toe maar. De Boer voorbij Willox, een goede voorzet en daar is Graciela Driessen. Goal! 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 Van Graciela! Zeg, jij denkt dat je Rick de Zadeleer bent, zeker? Bom, het is af, het slaggeverke van mijn voeten. Kiezen! Afgedroogd door een vrouwenploeg. Als ik in de goal had gestaan, dan was het zo niet gelopen. Dat was zeker 0-15 geweest, jongen. Pardon. Nou, we hebben erg genoten van ons verblijf hier. Ja, het was zeker voor herhaling vatbaar. Ja, en dan komen jullie toch gewoon lekker gezellig met z'n allen naar Nederland. Ja, maar dan moeten we wel zelf ons eten meebrengen. Ja. Dat is afgesproken. Dan moeten we beslist eens doen. Nou, dan zijn we er maar eens van tussen. Hartstikke bedankt voor de gastvrijheid. En tot ziens. Doei. Van mij, eindelijk frisse lucht. Je moet nu ook niet overdrijven en sjoeken. Doortje. Wat zou je denken van een romantisch avondje? Hè? De champagne staat al klaar. Oh, Sjoeke, misschien kunnen wij vanavond ook... Maar Karke, ik ga voor ons reserveren bij Saint-Jean-Paul. Sorry mannen, we hebben geen tijd. Nee, we hebben al een andere afspraak. Ja. Ah ja? Met wie? Ah. En met hen. Oké, zijn de dames klaar? Ja. Wie zijn dat? Huub, Joop, Kees en Pieter-Jan. En dat zijn supporters van FC Croquet. Hele toffe gasten. Ja? Ja zeg, en wij gaan vanavond uit met hen. Je vindt dat toch niet erg, schatje? Nee. Dan kan ik eens op mijn gemakje naar Star Trek kijken. En Kees kan heel goed masseren. En Huub is heel intelligent. Pas maar op, want die Hollandse mannen zijn alleen maar uit op zich. Reken maar van yes.